We zijn in contact gekomen met Jan-Dirk Stouten en die bracht me op de hoogte van een project dat hij wilde beginnen met het ING om mensen die in een bijstandssituatie zitten en die graag een eigen bedrijfje op willen gaan richten, om die eens een groep bij elkaar te zoeken en te kijken of wij er binnen de gemeente Capelle aan zouden willen meewerken. Nou, toen heb ik eigenlijk zonder te aarzelen ja gezegd. Omdat ik het gewoon heel bijzonder vind dat een bedrijf als de ING zich daarvoor in wil zetten. En inderdaad, die doelgroep gewoon moeilijk anders een kans krijgt. Vooral in deze tijd. Dus we waren eigenlijk vanaf het allereerste moment bijzonder enthousiast. De bedoeling is om mensen die het nodig hebben, die nu in de uitkering zitten, die ondernemer willen worden, om die een zetje in de rug te geven met een aantal bijzondere workshops van mensen die of als ondernemer of als coach in de sportwereld de absolute top hebben bereikt. Mario Been doet mee, Robin van Galen, Jos van der Vecht van der Hooi, zakenvrouw Annemarie van Gaal. Ja, die mensen gaan workshops geven en daarbij was een private partij nodig, een bank die eventueel wilde financieren en mensen een ondernemersplan wilde leren maken. En dat gaan we in 16 weken met elkaar doen. Wat je ziet is dat het hele bankbedrijf aan zich staat tegenwoordig heel vaak op de voorpagina. In een zekere context. En wat ik met mijn mensen zou willen uitstralen is dat die bankiers wel meevallen. Dus in maatschappelijke zin betrokken. Mensen die een duwtje in de rug nodig kunnen hebben. En wij met onze kennis en expertise de mensen ondersteunen. Bedrijven als het ING, hè, dus eigenlijk een particulier bedrijf, zich hiervoor hard wil gaan maken. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Dus ik vind het van belang dat dat ook in de openbaarheid komt. En daarnaast ook dat mensen vanuit een uitkeringssituatie, bijstandsgerechtigden, ook op deze manier goed ondersteund gaan worden. En ook begeleid gaan worden op hun weg naar een eigen bedrijfje. Want je kunt natuurlijk wel iets willen. Want dat hoor je ook wel aan de kandidaten die we geselecteerd hebben. Maar het is nog eventjes een heel ander verhaal. Om dan ook uiteindelijk dat te kunnen starten en zeker in deze tijd. Dus die combinatie eigenlijk van en een bedrijf dat zich daarvoor hard wil gaan maken om die mensen te begeleiden en dan de mogelijkheid die ze krijgen, ja, dat is gewoon uniek. Ik denk dat ING in de breedste zin een unieke bank is. Het is een creatieve bank. Het is, is ook een bank van de kleine bedrijven. En daarmee ook voor startende ondernemingen is het denk ik van belang dat je als bank een loket hebt. Dat vraagt dan natuurlijk support. Nou, wij leveren de support. We hebben Jan-Dirk Stouten, die heeft mij gevraagd om daarin ondersteunend te zijn. We hebben daar direct ja tegen gezegd. Ik denk dat het een mooie pilot is voor de gemeente Capelle en gemeente Barendrecht. Het spijt mij dat Rotterdam hier ook niet aan meedoet. Maar dan was hopelijkerwijs met de succes van dit project komt Rotterdam vanzelf. Als 10 tot 12 mensen echt op deze manier voor zichzelf kunnen zorgen, zou het heel goed zijn. Je moet ook wel zakelijk zien. Iemand die een uitkering heeft, kost een gemeente al snel 12.000 tot 14.000 euro per jaar. Als je door middel van een kleine bijdrage, want dit doen wij ook als een soort van maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensen verder kunt brengen en dat ze uit de uitkering gaan, realiseer je dus een forse besparing. Dus als je het cijfermatig bekijkt, als 1/3 van de mensen uit de uitkering zou gaan, is het geld dubbel en dwars terugverdiend.